Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen. En dat de Geest van vrede, de Geest van God, kom en uw verstand uw hart vervullen, zodat u kunt dienen als instrument van zijn wil hier op aarde. En over vrede gesproken. Afgelopen week heb ik gesproken over de vrede, de vrede in de vrede. Alles wat de wereld wil is vrede. Iedereen wil vrede. Maar iedereen gaat de oorlog in. Iedereen maakt oorlog. Hoezo? Een meneer kwam naar de kerk, naar de tempel, zocht de pastor op en zei: Pastor, Ik ben jaloers op jullie. En de pastoor werd geïntrigeerd. Vroeg: Waarom bent u jaloers op ons? Is dus vanwege het volgende. Ik heb alles. Ik heb geld. Ik kan reizen naar elke plaats. Ik kan mijn leven leiden op een comfortabele manier. Ik heb alles behalve één ding. Ik heb geen vrede. Vrede heb ik niet. Mijn geld kan mij geen vrede brengen in mijn binnenste. Ik zou willen wat jullie hebben. De geest van vrede. Ik zou deze geest willen hebben die in jullie is. En dat is mogelijk voor alle mensen. Voor de rijken, de armen, knappe, lelijke mensen. Voor heidenen, joden. Voor allen. Katholieke mensen, spiritisten, evangelische mensen. Voor iedereen. Wat uw geloof ook kan zijn. U kunt een moslim zijn. U kunt een boeddhist zijn. U kunt deel uitmaken van welke religie dan ook. Het maakt niet uit, want God, beste vrienden, vrienden roept allen. Hij roept iedereen, een ieder, om aan hen vrede te geven. Staat zo geschreven. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Met andere woorden, ik ben niet gekomen om te redden die al gered zijn. Ik ben niet gekomen om degenen die gezond zijn te genezen. Want gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen. En ik ben gekomen voor de zieke mensen. Ik ben gekomen voor de zondaars. Ik ben gekomen voor mensen die berouw hebben. Mensen die de zonde willen verlaten, maar het niet kunnen. Ik ben voor hen gekomen. Ik ben gekomen voor zij die mijn hulp willen. Ik strek mijn handen uit voor zij die het willen. Daarom zei de profeet Jesaja, onderwijst hij, dat God zegt door middel van hem, hij vraagt, wie heeft geloofd in onze prediking? Wie heeft geloofd in onze boodschap, oftewel het woord van God? Wie heeft erin geloofd? Wie gelooft, die zal natuurlijk geïnteresseerd zijn. Wie niet gelooft, helaas niet. Dus de vrede die God biedt, is zodat u in vrede kan leven. Weet u waarom deze man geen vrede had? Omdat hij geen vrede met God gesloten heeft. Wist u dat uw ziel het aan God behoort? Wist u dat alle zielen van God zijn? Maar mijn ziel behoort aan God. Echter, als ik mijn ziel niet aan God bied, als ik mijn ziel niet aan God overgeef, want hij kwam deze wereld in om mijn ziel te kopen, mijn ziel te redden. Maar als ik niet mijn ziel aan hem overgeef. Dan kan er niets gebeuren. Dus. Ik zou. Uw aandacht willen roepen, beste vriend en vriendin. Voor het volgende: De ziel die God niet heeft, heeft geen vrede. Het maakt niet uit. Wat de wereld u biedt. Het maakt niet uit. Het geld, succes, wat dan ook. De ziel. Die niet vrede heeft met God, die niet in gemeenschap is met God, die niet getrouwd is met God, die niet verenigd is met God, die heeft geen vrede. En waar kunt u deze vrede vinden? De arme mensen helaas, die geen begrip hebben, zij gaan normaal gesproken het lichaam willen vermaken, zodat de ziel een beetje opluchting kan hebben maar het baat niet, ze gaan naar nachtclubs ze gaan naar drugs of ze gaan drinken ze gaan gokken kortom, ze proberen zich te vermaken, wat vermaken? het lichaam, maar niet de ziel nee, het enige vermaak dat de, wiel, dat de ziel wil, is vrede het enige vermaak dat de ziel gerust doet zijn... is vrede. En Jezus kwam... om zijn ziel te geven... voor de ziel van ieder van ons. Misschien zegt u maar... bisschop, God is overal. Ik hoef niet naar de kerk te gaan. Goed, oké. Okay. God is overal. Dus dan God is ook in de bar. God is dan ook in de nachtclub. God is ook in de crackbuurt. God is... In alle plaatsen, ja. Maar ik vraag u, vindt u God in deze plaats? Is het mogelijk dat iemand God ontmoet in een nachtclub met luid muziek? Is het mogelijk dat een persoon God vindt te midden van de drugs, te midden van de drank? Die persoon kan God aanroepen daar. Als die persoon wanhopig is, in de verstikking, kan die persoon God aanroepen en God zal die persoon horen. Maar een ontmoeting met God hebben alleen wanneer die persoon naar het huis van God gaat. Daarom heeft Jezus ingesteld, de kerk gemaakt. De kerk is de bruid, symboliseert de bruid. Van de Heer Jezus. Dus het is in de kerk, het is op het altaar, dat de bruidegom komt en zijn bruid tot zich neemt. Dus ik zou graag hier een speciale uitnodiging willen geven voor u die berouwvol bent, berouw hebt, u hebt spijt. Eén ding is spijt, iets anders is berouw. Maar wat uw gevoel ook kan zijn, zij het spijt, zij het berouw. Aanstaande woensdagmorgen wil ik de berouwvolle mensen oproepen, zodat aan hen geopenbaard wordt: het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van vrede, het koninkrijk van orde, het koninkrijk van discipline. Het Koninkrijk van integriteit. Koninkrijk van gerechtigheid. Koninkrijk van vrede. Als er geen gerechtigheid is, is er geen vrede. Als u geen vrede hebt gesloten met God, hoe zult u dan vrede hebben? Het zal niet gaan. Als de mens geen vrede heeft met God, waar zal hij het vinden? Dat is onmogelijk. Onmogelijk. De mens kan hebben wat hij wil, maar als hij niet gemeenschap met God heeft, heeft hij geen vrede. Want de vrede, de ware vrede, de vrede die de ziel verzadigt, de vrede die vrede brengt voor de ziel, die is alleen beschikbaar op het altaar van de Allerhoogste. Dus ik zou graag. Een bepaalde tijd willen toewijden, deze woensdag, in het UKGR-hulpcentrum, Drie uur ochtends, 3 uur zweders en half 8 avonds. Wil ik graag een bepaalde tijd toewijden naar het zoeken van vrede voor degenen die vrede willen. Naar het zoeken van rust voor degenen die rust zoeken. Naar het zoeken van degenen die berouw hebben, degenen. Die willen terugkeren tot de eerste liefde. Ik zal deze dienst toewijden, Morgen, 4 uur ochtends, 3 uur middags en half 8 avonds. In het UKG-hulpcentrum. Ten voordele voor degenen die geen vrede hebben. Deze arme man, toch? Die zei: Ik zou graag vrede willen hebben. Maar het kan. En het is gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Zodat u vrede kunt hebben, het is gratis. Het is graag dat hij het aanbiedt, maar u zult uw eigen ik moeten opgeven. Want zolang u uw eigen ik beheerst, kijk hoe uw leven is. Vol van complicaties, turbulentie. Uw leven is een ramp, een hel geweest. Dus God wil dat. Oplossen door de persoon van de Heilige Geest. En als u gelooft, zult u komen. Zo niet, dan zult u blijven waar u bent. Als u verstikt bent en u kunt niet meer verdragen, kom. Als u het verdraagt om nog een beetje te wachten, wacht dan. Laten we zien wat er komen gaat. Beste vriend en vriendin, u hebt niets te verliezen. Niets te verliezen. Wat hebt u te verliezen? Zult u tijd verliezen door hier te komen, naar de tempel, ten opzichte van het altaar? Door uw leven te plaatsen op het altaar van de Allerhoogste? Zult u tijd verliezen? Nee. U zult de tijd herwinnen die u hebt verloren gedurende al deze jaren van uw leven. Ver van de Allerhoogste. Dus aanstaande woensdag bent u onze gast. Goed? Morgen kom ik hier weer terug. Dat god jullie allen zegenen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. En vergeet niet, er is geen vrede voor degenen die het niet willen. De vrede bestaat alleen voor degenen die het willen, zich onderwerpen aan het koninkrijk en de heerschappij van het koninkrijk van God. God zegert u en tot morgen. God zij dank.